Dan gelijk een realiteit. Ik kom op me los van mij, mijn zoon die loopt. Nee, ik ben die persoon, maar die persoon is mij niet. Mijn universum, mijn projectie van wat ik gewend ben te zien. Zonder zijn pijn van de diepe rijken van je bestemming. Zonder afstand of tijd, is meer zoiets van wat erin je. Mijn brein is een tape, in een tape-deck op refuus. Van mijn programma's af tot ik mijn laatste rust laat zien. Tot ik mijn laatste rustplaats zie. Tot ik mijn laatste rustplaats zie. Want het slot op het water. Nog één blik naar een zinger van gold liggen. Dames en heren, Rico! Ja, 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 ja. Van het begin tot het rijpen. Stop ik erin wat er uit moet. We vlogen de naden boven mijn tempel. Nu kan ik niet meer naar huis toe. Plannen verlopen wat anders. Toveren het niet in mijn tijdboek. Zie wat die man met de tijd doet. Zie wat die man met de zij doet. Een nieuwe dag, een nieuwe start. 400 kilo wat niet voor je wakker. Voel voor je hoe. Voor je wat zo fresh, zo clean. Zo breng ik de rakkers. Rakkers, rakkers, rakkers. Verheerlijk niet meer waar ik eerder van stond. Zo loop ik dus keer ik weer op. Zo is de wereld ontzettend rond. Alsjeblieft horen van Rico! Typhoon mensen, ja hè! Stel je voor dat ik aan die ijs voldoe, dan blijven we allemaal uitgevloeid. Ja, zie wat een man met zijn reis kan doen. Ik heb een schoen met mijn mijn reis hoe. Typhoon van de vangende tijd hoe bekeken. Leven beetje. Voor spijt is er nog uit de tijd genoeg.
af. En ik oogst en ik zaai en ik ontwikkel en ik draai. Pure vreugde, zwakke schouw. Kom met mijn tas, loop me graag. En ik oogst en ik zaai en ik ontwikkel en ik zaai. Pure vreugde, zwakke schouw. Kom met mijn tas, loop me graag. En ik oogst. Laat me jullie voorstellen aan meer helden, want deze helden hebben dit jaar Lobby de Bassie gemaakt, naast jullie natuurlijk. Mag ik allereerst de man die het langst met me rolt, en dat is, nou ja, we zitten rond de 10 jaar, Koen, toch? Al 10 jaar vanuit een prachtig pittoresk dorpje, het harde, naar de grote stad. Luister, dit is mijn handlanger, dit is de man, ik ben zo fan van hem. Het is een goede vriend van mij. Laat je alsjeblieft horen voor een hele bijzondere en gruwelijke saxofonist, mijn homie. Laat je horen van Koen Witteveen. En dan de man die in 2010 maakten we een plaatje met elkaar in 2009 al. Ik kende de groep New Cool Collective al. Maar ik wist niet hoe ziekelijk goed en vooral wat voor lieve mensen het waren. Echt, ik ben in een bad van liefde gekomen. Ik heb zoveel muzikaliteit erbij geleerd. Zonder New Cool en zonder jou ook geen Lobby de Bassie. Dus laat je alsjeblieft horen voor Mr. New Cool Collective, David Rockefeller. En vergeef het me, maar ik neem even de tijd voor deze voorstelronde. Dit is ook een vriend van mij. Eigenlijk al vanaf een paar jaar dat we samen rollen. Eens in projecten. Hij heeft me meegenomen naar Moskou en een ander ver Russisch oord. Daar hebben we opgetreden in het Nederlands, in het Engels. Sindsdien zijn we naar elkaar toegegroeid. Ik ben enorm trots erop dat hij vandaag de dag bij ons speelt, met ons speelt. Hij is Mr. Madungu. Hij is een gigant, letterlijk en figuurlijk. Laat je alsjeblieft horen voor op de tenor Thijs van Milligen. Oké, dan hebben we de man die, ik heb al heel lang van hem gehoord, maar telkens dacht ik van nee, hij speelt met die mee, dan kan je hem niet vragen. Maar wat ben ik er trots op dat hij vandaag met ons speelt. Het is de meest soulvolle dude die ik ken. Ik kan het niet anders noemen, soul papi nummer 1. Laat je alsjeblieft horen voor op de keys en percussie, Mr. Mano, yeah! En laat je dan alsjeblieft horen voor de man op ergens op Vlieland kwam hij ineens meerollen. Hij zag een percussieset en hij had zoiets van fuck die shit, we doen mee. En sindsdien komt hij telkens weer terug en vraagt hem ook met ons. Dankjewel dat je meedoet, echt, je bent een homie. We hebben gekke dingen al beleefd samen. Ik hoop nog heel veel meer dingen. Laat je horen voor Stibba op de percussie. Oké dan. Laat je alsjeblieft horen voor de man
Hij heeft samen met DJ AT de plaat Lobby de Bassie gemixt. Zonder hem ook geen Lobby de Bassie. Hij is Mr. Seven League Beats. Hij is sneller dan zijn eigen vingers. Serieus met knoppen. Laat je alsjeblieft horen voor Rob Peters van Seven League Beats. En dan de man, echt. Zonder hem ook geen Lobby de Bassie. Deze man die een van de meest muzikaal intelligente mensen die ik ken. Een van de doofste mensen die ik ken. Serieus, hij is één man met de gruwelijkste baslijnen. Hij heeft een bewogen jaar achter de rug gehad. Maar ik ben zo dankbaar dat hij met ons is. En blijft hopelijk. En alsjeblieft, geef een heleboel liefde voor de man, voor de homie, voor de master. Sebas van Oz op de bass. Gekke dingen. En laat je dan alsjeblieft horen voor de man. Ik weet nog een paar jaar terug dat ik hoorde van een drummer. Ik had een drummer nodig voor mijn band die nog moest starten. En toen hoorde ik van zijn broer van, hey, mijn broertje drumt ook. Weet je, zoals je moeder of een moeder van iemand zegt van, ja, mijn zoontje die zingt ook. Weet je, zo kwam het over. Maar deze man die begon met drummen. En echt, ik dacht van, waar komt hij vandaan? Ik noem hem niet eens Mr. Drummerkid, ik noem hem Mr. Octopus. Want deze shit die hij doet, hij danst achter het drumstel. Hij rapt, hij is de toekomst. Ik ben zo trots erop dat ik met hem samen mag werken. Laat je horen voor Mr. Drummerkid. Oké, dan. Laat je alsjeblieft horen voor de man die ik nog langer dan Koen ken. Ik ken hem, ik ben nu 30. Jij bent jij bent 4 jaar ouder. Deze man, mijn broer gewoon, is echt, echt mijn steun en toeverlaat. Echt serieus, zonder hem geen Lobby de Bassie. En als ik kijk wat hij voor me doet, echt, we houden elkaar in check. Soms is hij de grotere broer, soms ben ik de grotere broer. Maar we houden unconditional van elkaar. Laat je alsjeblieft horen voor de man op de vocals, Mr. O-Dog. Oké, dan. Nog een kleine ronde voor de mensen die ik nog één keer in het zonnetje wil zetten. Laat je alsjeblieft horen voor de man, mijn inspiratiebron. Echt, de man met de hoed. De man van Pete Philly en Perquisite. De man van One, welke plaat ik classic fucking vind. En zijn volgende, Love 360, gaat murderen volgens mij. Serieus, dames en heren, laat je alsjeblieft nog één keer horen voor Mr. Pete Philly! Laat je alsjeblieft ook horen voor de man, mijn homie. Ik ben samen met hem in Brazilië geweest. We zijn leeftijdsgenoten, we zijn mutual souls. Laat je alsjeblieft horen voor de man, hij staat daar op het balkon. Mr. VIP, zoals altijd. Laat je horen voor Gary Mendes. En laat je dan alsjeblieft horen voor mijn oudste broer, mijn steun en toeverlaat. Zonder hem al helemaal geen Lobby de Bassie. Zonder hem was er geen rapper Typhoon. Laat je alsjeblieft horen voor Mr. Brainworks, Mr. Ray Music. Maar bovenal mijn broer, ik ben zo trots op hem. Ik hou van hem. Laat je alsjeblieft horen voor Blackstar. En dan wat mensen achter de schermen, voordat ik aan de man last but not least kom. Mijn zusje Sharon, kom eens op het podium. Echt serieus, op momenten dat ik het helemaal niet meer wist en we allemaal zwetend in de studio zaten, omdat niemand meer wist hoe het verder moest met Lobby de Bassie, was er één dame die mijn kleine zusje was, maar ineens gewoon een soort van heft in handen nam en gewoon met management en shit doorkwam. Laat je alsjeblieft horen voor mijn zusje met een prachtige stem, met organisatievermogen, mijn steun en toeverlaat, Sharon de Randami, oftewel Dinova. En laat je dan alsjeblieft ook horen voor onze nieuwe manager Flip van Ommeren. Laat je alsjeblieft horen voor Frank van Kasteren achter het geluid. Laat je horen voor Joost Evens op het geluid. Martijn op het licht. Ik wil een speciale shout-out geven aan onze homegirl en voormalige tourmanager Hanneke de Jonge. We houden van je. Laat je alsjeblieft horen voor wie. Laat je alsjeblieft horen voor de man. Hij is een leeuw, echt.
Voor de eerste keer dat ik hem hoor, ik dacht dat ik alle rappers ooit al eens had gehoord. Ik dacht dat ik alle flows al had gehoord. Ik dacht dat ik alle personages al eens had gezien. Totdat deze man op het podium kwam en ik gewoon een soort van omver werd geblazen. Hij is nu zijn eigen man, hij is nu zijn eigen baas. Nederlands dope. Hij heeft een prachtige plaat uitgebracht samen met Mara en Eddie Adai. Hij is een baas. Ik weet niet waar je staat, Akwasi. Waar sta je? Daar achterin, keer je allemaal even om, laat je horen voor Akwasi. Oké, ik wil mijn boekers bedanken, ik wil het label bedanken, ik wil zoveel mensen bedanken. Echt, zoveel mensen achter de schermen, zoveel mensen die hebben meegeholpen in inspiratie of in aanwezigheid. Maar iemand die echt, nou ja, zonder hem. Oh, wacht, voordat ik naar hem toe ga, laat je alsjeblieft ook horen voor de mannen die de avond openden. Het zijn mijn homies. Laat je alsjeblieft horen voor het grootste talent van Nederland. Freeze. En ik weet niet waar hij is, maar deze man deed een soort van avonden in de studio. Hij was op het podium. Ik weet niet, sta je nog in de zaal ergens, Ali? Maakt ook niet uit. Mag ik één keihard applaus, één liefdevol applaus voor de man, zonder hem absoluut geen Lobby de Bassie. Laat je alsjeblieft horen voor producer ARD. En een shout-out naar de hele FTG-familie. Shout-out naar Styx, die er vanavond helaas niet bij kon zijn. Rico. Maar nu, last but not least. Ik heb het al eens gezegd. De man die vanaf tussenlichte lucht voor de sound zorgde. De man die, ik weet niet man, met zijn gitaarspel, maar vooral in sound. Het is een vriend van me. Hij is Mr. Lobby de Bassie. Echt, woorden schieten tekort van hoeveel hij voor mij betekent, voor ons allemaal heeft betekend. Laat je alsjeblieft horen uit de grond van mijn hart en uit de grond van jullie hart voor de man die verantwoordelijk is voor Lobby de Bassie, Dries Belsma! Paradiso. Hij bedankt in principe iedereen en alles om hem heen. Maar er is eigenlijk maar één reden dat we hier staan. En dat is niet omdat hij zo'n muzikaal misschien is. Maar omdat hij zulke onderwerpen kan aanhalen. Zo gruwelijk weet te verwoorden. Dat jij bij jezelf, hoe de fuck komt hij erop? Weet je, maar ik begrijp hem wel. Het is mijn broertje en we zijn fucking trots. Wij houden van hem, maar jullie houden ook van hem. Dus laat je over niemand minder dan tijd voor! Nog één keer. Sowieso, laat je ook horen voor Mr. DJ. Draai je nog eventjes om voor DJ Paulus. Oké, we gaan. Y'all ready to do this? Zijn jullie klaar om dit te doen? Vertaling. Ja, boven klaar. Zal klaar. Dat gaat harder. Nog een keer. Hey!
dames en heren, lijken nog één keer over tijd voor!